Diversiteit en inclusie staat voor mij voor het enerzijds diversiteit, een breed en divers publiek waarmee je mee te maken hebt. Of het dan medewerkers zijn of dat het de samenleving zelf is, de samenstelling van de samenleving. En inclusie staat ervoor om te kunnen zijn wie je wil zijn binnen een organisatie, binnen een groep van mensen, binnen een samenleving, binnen welk construct dan ook. Als je inclusie en diversiteit beleid of belangrijk vindt, uitdraagt, dan zorg je ervoor dat mensen goed in hun vel zitten. En als mensen goed in hun vel zitten, dan gaat het goed met de organisatie en goed met de resultaten ook buiten. Ik herken het niet goed inclusief samenwerken in organisaties door doordat er een soort van overheersende cultuur is waar je je aan hebt aan te passen. En dat kan, daar ben je eigenlijk pas bewust van als je net niet in die groep zit. Dus het is heel moeilijk om het te zien als je heel goed op die apenrots verankerd bent. Maar de kunst is om heel erg te kijken naar wie zich er niet thuis voelt. En met die mensen op de een of andere in gesprek te komen, te kijken hoe je kan helpen om te zorgen dat die toch mee kunnen. Wat heeft het gedaan met mij als mens? Ik heb daarvoor een transformatie moeten meemaken, het anders denken. Ik zat echt op het zakelijke, ik gaf geen ruimte voor andere denkbeelden. En dat vergde voor mij om dingen te laten loslaten. Wat ik bedoel met loslaten is niet zo strak aan mijn eigen ideeën houden. Meer openstaan voor input van anderen. Wat levert mij op? Een gelukkig team. Echt een blij team die altijd zin heeft om naar het werk te komen. En ik word er zelf ook gelukkiger van. Niet meer zoveel stress. Ik start binnenkort met mijn MT met een workshop waarin we gaan kijken van goh, welke oordelen of vooroordelen hebben wij zelf. Wat is het wel, wat is het niet? Waar moeten we op inzetten? Wat vinden we dan belangrijk? En welke interventies moeten we dan doen? Want tijd en aandacht is kostbaar. Het is een groot en ingewikkeld vraagstuk. Het zijn grote begrippen, hè? Inclusie en diversiteit hangt met alles en nog wat samen. Dus je moet goed kijken welke interventies je daarvoor wilt inzetten. Waar we nu staan is dat wij echt hele grote stappen hebben gezet. We hebben het CER Charter ondertekend. Hè? We hebben een plan van aanpak diversiteit hebben op poten gezet. En zijn we nu uitvoering aan het geven. Maar we zijn er nog niet helemaal. Als ik naar mezelf kijk, hè, je zoekt altijd naar mensen die, nou ja, in wie je jezelf herkent. En herkenning wil zeggen qua eigenschappen, qua uiterlijke kenmerken, qua interesses. Maar het is denk ik belangrijk om ook te investeren in elkaar leren kennen. En niet elkaar leren kennen als persoon. Wat voor kleur vind jij tof, wat voor vakantie, maar ook wie ben je als persoon. Wat voor feestdagen vier jij bijvoorbeeld. Hè? Samen eten is ook een bijzonder mooi ritueel. Omdat je daarin eigenlijk ook culturele verschillen en culturele verrijkingen, zeg maar, kunt bereiken met elkaar. Als je het hebt over de aanpak van Waterschap Zuiden-Zeeland, dan zitten we vooral nu heel erg in het begin. Kijken wat betekent diversiteit nou voor ons, wat willen we daar nou op bereiken? Wat is inclusie? Wie hebben we daarvoor nodig? En wat willen we daarop gaan bereiken? Zitten we echt aan de voorkant, dus echt de visie en de ambitie ophalen. En de manier waarop we het aanpakken is op dit moment vooral heel dichtbij komen. En dus raken van mensen. En ook diversiteit en inclusie gaat over ons allemaal. En vaak zie je toch dat als we het hebben over diversiteit en inclusie, dat het al heel snel gaat over de geëikte dingen. De uiterlijke kenmerken die vaak naar boven komen. Terwijl het gaat echt over ons allemaal. Op dit moment zijn we er eigenlijk mee gestart omdat wat met een langetermijnfocus, met een duidelijke visie, omdat al die lopende initiatieven aan elkaar te verbinden. We zijn op dit moment een open organisatie waar veel ruimte is voor mensen met verschillende achtergronden. Maar het kan altijd nog beter en daar wil ik graag aan werken. De tips die ik voor leidinggevenden heb is door eens te gaan praten of te luisteren bij mensen die zich niet erbij hebben voelen horen. Dat heeft bij mij mijn ogen geopend. Begin met na te denken over over je eigen oordelen, vooroordelen. Wees je bewust van dat iedereen door een gekleurde bril kijkt. Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat iedereen zich vrij voelt om dingen te zeggen.
Of je nou, in een van de regenboogkleuren naar voorschijn komt. Hè. Onze vlag staat heel, progresvlag staat buiten. Doen we voeren vol trots. Of dat jij een andere etniciteit hebt, dat hoeft niks uit te maken. Maar als je het gevoel hebt dat het onvoorwaardelijk is dat je hier mag binnenlopen en mag zijn wie je wil zijn. Als we dat bereiken, nou, dan kan ik hier met een trots gevoel rondlopen en zeggen van ja, potverdorie, dat hebben we gewoon gedaan met z'n allen. Dat is mijn grootste ambitie hier. Als we een jaar verder zijn, dan hoop ik dat we in de organisatie met de medewerkers die we nu hebben, nieuwsgierige en open gesprekken hebben gevoerd over dit thema. Zodat we nog beter snappen wat diversiteit en inclusie is. En dat we ook meer inzicht krijgen in waar het schuurt. Want dat zal vast gaan ontstaan. En ik hoop dat het ons lukt om in de mensen die hier werken wat een diversere samenstelling nog te krijgen dan we nu hebben.